Tim, zoals jij waarschijnlijk al wel weet, is mijn grote droom om ooit nog een kunstschilder te worden. Hè? Oh ja? Zeg Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, ja. Johannes Vermeer, Daan Boom. Ja, maar die zijn wel pas bekend geworden nadat ze er niet meer zijn, zeg maar. Nou, maar ik wil toch om mijn niveau een beetje op te krikken en een beetje door te pakken, wil ik vandaag een schilderchallenge gaan doen. Oké. Nou, dat klinkt heel leuk. Weet wel wat je zegt. Ik heb namelijk vroeger op tekenles gezeten. Dus dit zal bij mij makkelijk afgaan. Oh. Maar we hebben wel een model nodig natuurlijk. Ja, hè? Wat mij namelijk heel leuk lijkt, is als wij Quinty als model hebben. Quinty. Quinty. Ja? Stop maar even met de sushi rollen. Oké. Kom er even bij. Ja. Want wij hebben een model nodig. Kijk eens. We willen jou hier op de kruk hebben. Oké. En de challenge is, wij krijgen een minuut lang om jou zo mooi mogelijk te portretteren op ons doek. Oké. Geef jou de stopwatch. Ja. Dus jij mag op je mooist, mag je daar gaan zitten. Degene die dat het beste doet, die wint de challenge. En jij bent de jury. Ja. Oké. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1, start! Go. Belangrijk dat we eerst. We beginnen gewoon een beetje lekker expressionistisch. Nog een half minuut, jongens. Yeah. Oké, wacht, nu ga ik aan de slag. Dit is een Hoeveel tijd hebben we nog? En 2, 1. Dat was hem. Oh, ik ben er zo blij mee. Ja? Ik vind het schitterend geworden. Zijn jullie trots? Nou, ik ben echt trots. Oké. Ik ga hem als eerste opdraaien. Ja? Ja, ik raak helemaal in paniek ervan. Oké, jury. Heel spannend, het is eigenlijk een soort ster op het doek, hè? Dus dit ja. is het moment dat ik... Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Ja. Wat is dit? Dat is abstract, hè? Hoezo abstract? Het is allemaal één kleur. Nou ja, het is ook niet helemaal af, zeg maar. Nee, het is een minuut, Tim. Ja, nou ja. Ben je benieuwd wat ik in een minuut getekend heb? Nou, ik zie mezelf er niet helemaal in. Het is een bril. Ja. En krullen. Ja. Oké, ik ben heel benieuwd. Wat ik in een minuut getekend heb? Alsjeblieft, laat het me zien. Ik heb een beetje tromgeroffel. Wat is dit? Wat dacht je dat Arnold Grunberg er zat? Wat? Nou ja, een volkszanger en een schrijver. En een schrijver. Ja, waar herken je jezelf nou het meeste in? Kijk, ik ben gaan voor een beetje een mooie duidelijke lijnen. In tegenstelling tot Daan. Oh, nee, ik weet niet of ik mezelf hierin wil herkennen, jongen. Nou, het zou wel moeten. Nee, maar jij moet een keuze maken wie het beste, het mooiste, het meest lijkende portret heeft gemaakt. Tim heeft gewonnen, jongen. Ah. Tim heeft gewonnen. Ah, nee. Ja. Kijk eens, overhandig ik jou het schitterende schilderij. Mooi plekje op je kamer. Ja, vond je dit nou een leuke video? Klik dan even op het blauwe duimpje. Laat ons in de comments weten wat je ervan vond. En wil je nog meer video's zien? Klik dan even hier. Hier. En klik op de rode knop om te abonneren.